Sokol bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Disney animatieserie Iwaju. En Iwaju is dus een samenwerking tussen Disney en Kugali Studios. En Kugali is dus een animatiestudio die zich bevindt over verschillende locaties in Afrika. En Iwaju is dus een Afrikaanse serie die probeert gewoon zo authentiek mogelijk de cultuur en de society daar neer te zetten, maar dan door een futuristische lens. En het heeft op dat vlak op eerste oogopslag dus iets weg van Wakanda, maar de wereld van Iwaju is denk ik iets realistischer. Niet per se in dat er gadgets en science fiction-achtige elementen in beide zitten, maar het feit dat Iwaju niet per se een soort perfect utopia is in dat futuristische Afrika. En we volgen dus in deze serie een gezin, een klein meisje specifiek zeg maar, en haar vader die komt van de eilanden af, maar die heeft heel hard gewerkt om dus een beter leven op te bouwen voor hem en zijn dochter op het mainland. En ze gaan dus samen aan het begin van de serie naar Lagos, Nigeria toe, dan dus wel de toekomstige versie zeg maar, en ze gaan daar dus wat tijd doorbrengen. En je merkt dat die vader vanaf het begin al heel erg voorzichtig is en dat hij zich heel erg bezighoudt met beveiliging en zo, omdat er dus de laatste tijd heel veel kidnappings hebben plaatsgevonden. Nou, hij wil er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet bij zijn dochter gebeurt. Maar we ontmoeten dus vrij snel in deze serie ook een grote slechterik die dus verantwoordelijk is voor al die kidnappings. En uiteindelijk is die vooral financieel gemotiveerd, want hij gebruikt ze dus gewoon voor ransom, maar je krijgt wel een interessant achtergrondverhaal voor die slechterik. Het is niet per se het meest creatieve of originele achtergrondverhaal, maar ik vond wel dat het gewoon heel erg effectief werd uitgebeeld en uitgevoerd hierin. Dus ja, na een tijdje gaat die slechterik zijn ogen zetten op onze hoofdpersoon en gaat hier dus alles aan doen om zoveel mogelijk geld te krijgen van haar vader. Maar hij weet niet dat een van de tactieken die haar vader voorbereid heeft een soort AI-robot lizard is. En die heeft hij dus aan zijn dochter gegeven als een huisdier. Alleen hij heeft één probleem, want eigenlijk zou die hagedis dus in een soort van Hulk Rampage mode gewoon alles moeten aankunnen. Alleen die mode lijkt elke keer niet te werken. Ze hebben het dus vanaf het begin al over die Ija mode. En je weet dus dat ze de serie niet kunnen eindigen zonder dat Ija mode een keertje wel gewoon gaat werken. Ik denk dat de payoff voor die lange opbouw naar Ija mode het zeker waard was. In de laatste aflevering hebben ze opeens wel echt veel meer actie erin zitten. Maar ik vind het ook wel knap, want voor een serie die zichzelf meer verkoopt op de soort van science fiction wereld waarin het zich afspeelt, is de serie uiteindelijk gewoon vooral gefocust op de personages. En het is dus een best wel goed familiedrama en ook de relatie die dat kleine meisje dus heeft met een vriend die ze maakt, die een andere achtergrond heeft weer, is gewoon heel erg tof gedaan. En het zijn in totaal ook maar 6 afleveringen en het kost je nog niet eens 2 uur om er dus doorheen te gaan, dus ik denk dat het die tijd zeker wel waard is. Sterker nog, ik vind het een beetje jammer dat Disney hier niet gewoon een film van gemaakt heeft, want ik denk dat zoals ze zijn, had je die 6 afleveringen gewoon achter elkaar kunnen stoppen en had je het gewoon zo in de bioscoop uit kunnen brengen. En dan heb je een betere ervaring dan Wish of een aantal van de live action Disney films die we in de afgelopen jaren gehad hebben. Hier is in ieder geval wel gewoon echt passie, liefde en aandacht in gestopt. Het laat ook zien dat er gewoon zoveel andere culturen zijn die ook gewoon nog hele toffe verhalen kunnen vertellen. En dan vind ik dit een veel betere vorm van representation dan dat je gewoon een blank personage neemt en hem opeens zwart maakt. En het is dus ook wel tof om een andere soort futuristische wereld te zien die ook rekening houdt met de nuances van die cultuur en zo. Dus ja, wat mij betreft is Iwaju zeker een aanrader en hij gaat hier in Nederland begin april op Disney Plus uitkomen. Ik weet niet zeker waarom ze ervoor gekozen hebben om in dit land later uit te brengen. Dus als je al een VPN hebt, kan je misschien op die manier de serie checken in andere landen, maar anders is het begin april zeker het kijken waard ook op Disney Plus. Maar hey, misschien heb jij ook al de kans gehad om Iwaju te kijken. Laat me weten wat jij van deze Disney serie vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.